wordt uw huis meer waard als u beneden een badkamer plaatst? En speelt de kleur van de tegels mee als u uw huis weer wilt verkopen? Wij vragen het de makelaar. Als u uw woning ook geschikt wil maken voor de oude dag, dan zijn er verschillende, vast en zeker verschillende mogelijkheden. U kunt de woning verbouwen intern. U kunt de woning uitbouwen. Maar het kan ook zijn dat u de woning wilt aanpassen, bijvoorbeeld door een traplift of beugels of andere zaken. Als u de verschillende plannen naast elkaar legt, kunnen wij met u meedenken om te kijken van wat is de waardetoevoeging naar de toekomst toe. Want u wilt op het moment dat u de woning op een later moment moet verkopen, wilt u natuurlijk zoveel mogelijk van uw investering die u doet weer terugverdiend hebben. En wij kunnen dan met u beoordelen van welke verbouwing of welke aanpassing aan uw woning heeft het meeste rendement en sluit het beste aan op de doelgroep die na de hand waarschijnlijk in uw woning zal gaan wonen. Als de woning misschien wel 5 of 6 slaapkamers heeft, kun je ervan uitgaan dat de woning aantrekkelijk is voor een gezin met kinderen. En op het moment dat je dan een aanbouw zou realiseren, dan zou je daar ook rekening mee moeten houden. Dus op die manier zou je er alvast over na kunnen denken dat de verbouwing die je nu doet heel makkelijk is terug te brengen tot bijvoorbeeld een speel- of werkkamer of bibliotheek op de begane grond. Bij de woonkamer is een stuk aangekomen en deze ruimte is aangebouwd. En deze mensen hebben toen al met een oog op de toekomst ervoor gekozen om deze ruimte zo te maken dat die later ook een badkamer gemaakt kan worden. Zoals u hier ziet hebben zij ook al gekozen voor een redelijk neutrale tegel. Op het moment dat je voor hele uitgesproken kleuren kiest, dan is de kans natuurlijk goed aanwezig dat je het zelf heel erg mooi vindt, maar dat een volgende eigenaar het allemaal verwijdert. En dan vindt er een stukje kapitaalvernietiging plaats. Als u een extra kamer aan de woning toevoegt, dan nemen wij in ons advies ook altijd mee dat we even kijken van hoeveel slaapkamers heeft u eigenlijk al in uw bestaande woning. Dus op het moment dat u een extra kamer op begane grond toevoegt en u heeft al een huis met vrij veel slaapkamers, dan is het waardeverminderende effect kleiner dan op het moment dat u misschien maar 3 of 4 slaapkamers in de woning heeft. Wat we ook veel zien is dat mensen de garage gebruiken om daar een badkamer en een slaapkamer in te creëren. Mogelijkheden zijn vaak heel gunstig. Alleen waar wij bij de waardetoevoeging heel goed naar kijken is of er voldoende parkeergelegenheden zijn op het eigen erf. Want op het moment dat je de garage daaraan ontneemt, omdat je daar dus een slaapkamer en een badkamer creëert, en er dus geen mogelijkheid meer is om een auto op je eigen erf neer te zetten, ja, dan kom je weer in een disbalans tussen de waarde die je investeert en de waarde die het extra oplevert. Omdat mensen dan genoodzaakt zijn om de auto in de buurt neer te zetten en dus niet op eigen erf. Zoals u ziet, dit huis is al uitgebouwd. Als u een slaap- en badkamer in dit huis zou willen realiseren, dan zou dat in principe in de uitbouw kunnen plaatsvinden. En als de tuin voldoende groot is, dan kun je de uitbouw ook aan de woning nog extra realiseren. Hier zou je rustig een badkamer en een slaapkamer kunnen plaatsen, zonder dat het echt ten koste gaat van de tuin en daarmee ook het woongenot in de tuin. Als de tuin te klein is, dan adviseren wij om de uitbouw niet uitwendig te maken, maar te kijken of je hem binnen de bestaande bebouwing kunt realiseren. Op het moment dat je hem ook niet inwendig kunt realiseren, ja, dan zul je toch moeten nadenken of je überhaupt de verbouwing wel wilt gaan doen, of dat je niet gaat omkijken naar een andere woning.